lid worden bij dit rijhuis, want al die mensen parkeerden allemaal hier. De kinderen spelen niet alleen hier, ze stappen voor en ze voetballen en ze skaten overal rond. En het is helemaal niet zo dat ze hier op het pleintje hangen. Veel Nederlandse autobezitters hebben dagelijks te maken met parkeerproblemen. Maar het wordt een gruwelijke ergernis als blijkt dat parkeerplaatsen bij je huis zonder overleg zijn omgetoverd in een speelterrein voor de omwonende jeugd. Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? Wat wil je dan? Ja. Ik vind dat afschuwelijk. Ik krijg nou een blazers. Een pingpongballetje mopper je al over. Wat moeten wij dan? Mierenneuker. Goedenavond, welkom bij de Rijdende Rechter. Marius Pijnappels woont met veel genoegen in een rustige buitenwijk van Graven. Maar zijn woongenot wordt dagelijks verstoord door parkeerproblemen en overlast van de spelende jeugd. Er zijn namelijk een tafeltennistafel en een jeu de boelbaan op het parkeerterrein geplaatst. Vanaf 1985 woon ik hier met veel plezier, daarachter in die huizen. We hadden hier een parkeerterrein, we konden onze auto's hier kwijt. Maar in 1991 hebben ze hier een zandbak van gemaakt voor de kinderen, omdat er overlast was door voetballende jeugd. Omdat zeker 5 mensen het niet eens waren met de aanleg van de zandbak, hebben wij geprotesteerd bij de gemeente. Die stuurde ons echter naar de rechter. Nu, 10 jaar later, hebben ze van die zandbak een speelplaats gemaakt, maar voor volwassenen. Met een jeu de boelbaan en een tafeltennistafel. En nu wordt er nog steeds gevoetbald tegen de muren, waardoor wij overlast ondervinden van de herrie. De speeltrein gaat de kosten van 10 parkeerplaatsen. Wij eisen een evenredige, eerlijke verdeling van het aantal parkeerplaatsen ten opzichte van het aantal huizen. Ja, hartelijk welkom. Bent u de enige in de buurt die last heeft van die parkeerproblemen? Nee, er zijn dus meerdere mensen die daar last van hebben, ja. Maar u voert deze actie in uw eentje? Nou, ik heb een enquête gevoerd eerst, tot 2 keer toe. En de hele straat, nou zeg 95% waren het roerend met me eens, dat in feite dus wij benadeeld worden, omdat een andere gedeelte van de buurt bevoordeeld wordt. Ja. Omdat die wel voldoende parkeerplaatsen hebben. Ja, dus er zijn veel meer mensen die er last van hebben. Ja. Ja. U zei net dat in 91, toen die zandbak er kwam, dat de gemeente u toen naar de rechter heeft verwezen. Ja, we zijn dus eigenlijk geschrokken van die opmerking. Want we stonden dus met lege handen. Ja. Wij durfden helemaal niet naar de rechter te gaan. We werden eigenlijk gewoon naar de kans verwezen. Dus u hebt dat niet gedaan? Nee, we hebben ons teruggetrokken. We zijn een plaatsje gaan zoeken voor de auto voor het huis. Ja. Daar was eigenlijk helemaal geen plaats. Nee. Dus we parkeerden maar voortaan midden op straat. U komt iedere dag van uw werk op een bepaalde tijd? Of, Ja, er zijn bepaalde vaste tijden dat je je wagen parkeert, inderdaad. Mag ik vragen wat voor werk u doet? Ik ben docent mechanische techniek en werktuigbouwkunde. Oh ja. En dan moet u daar, u komt iedere dag van school? Maar op dit moment werk ik dus niet. Niet? Nee. Maar als ik dus wel werk, dan is dat inderdaad zo. Ja. Maar ja, als u niet werkt, dan kunt u ook, laten we zeggen, op een andere tijdstip misschien parkeren. Inderdaad, de tijdstippen zijn wel belangrijk, omdat 's avonds de meeste mensen thuiskomen. En dan is het meestal het drukste. Maar goed, u gaf les. U doet dat op dit moment niet meer. Heeft dat dan ook te maken met het feit dat u zegt, ik heb even geen zin meer in jeugd? Want die zie ik altijd al voor mijn neus. En nu ik even de niet meer werk, heb ik geen zin om daar ook nog weer dagelijks mee geconfronteerd te worden. Speelt dat een rol? Nee, dat heeft puur te maken met het onderwijssysteem, waar zogenaamde vernieuwingen door gevoerd moeten worden, die absoluut niet kunnen. Dus u bent daar eigenlijk een beetje tegen dingen aangelopen in het onderwijs? Tegen een heleboel teleurstellingen in feite, ja. En daarom bent u ermee opgehouden? Ik heb even afgehaakt. Ja. Nou, maar niet voor de leerlingen. Ik ben niet de enige, hoor. Er zijn een heleboel mensen die daar problemen hebben. Ik mis gewoon het omgaan met de jeugd op school. En nou hebt u jeugd, maar die wil u weg hebben. Nou, er is dus niet veel jeugd achter op het plein. Nee? Dat valt wel mee. Er zijn ongeveer 8 kinderen in de buurt, waarvan er een paar, 2 misschien in staat zijn op de tafeltennissen. En de rest wordt er getafeltennis door de mensen die hier op de tribune zitten. Oh. Daar zo. Die hebben dus voor hun eigen plezier een tafeltennistafel aangelegd. Ik gun ze van harte een tafeltennistafel. Ja. Van mij mag die blijven als ze hem ergens anders neerzetten en onze parkeerplaatsen teruggeven. Goed, uw standpunt is duidelijk. We gaan even naar de wethouder van Graven, meneer De Vrede. Die vindt dat er democratisch is besloten om van enkele parkeerplaatsen een speelterreintje te maken. Zo'n 10 jaar geleden hebben wij op verzoek van de bewoners van de Ganshorst, Meeuwenhorst en Traverse een paar parkeerplaatsen van een parkeerterreintje veranderd in een speelterrein voor kleine kinderen.
Na zo'n jaar of 9 was dat speelterreintje aan modernisering toe. Dat hebben we in overleg met het inmiddels opgerichte buurtcomité gedaan. En nu is het prima voor wat oudere kinderen en ook de volwassenen kunnen elkaar daar ontmoeten. Ofschoon er natuurlijk nu een paar parkeerplaatsen minder zijn, wordt nog steeds ruimschoots voldaan aan de normen die het bestemmingsplan stelt. Ook in de praktijk blijkt dat er ruim voldoende plaats is. Het parkeerterreintje staat nooit vol. Rijdende rechter. Het gemeentebestuur van Grave hecht aan een goede saamhorigheid in de buurt. Wij willen daar heel graag aan meewerken. En in overleg met het buurtcomité is in dit kader gekozen voor een speelterreintje in plaats van parkeerplaatsen. En wij willen dat graag zo houden. Meneer de Vrede. Je moet mij toch eens uitleggen hoe dat zit. Ik hoor net van meneer Pijnappels dat je er niet kan parkeren. En u zegt, het staat nooit vol. Ja, dat is zo. Dat zijn dus twee verschillende meningen. Dus u vindt eigenlijk dat hij ligt, meneer Pijnappels? Nee, dat gaat me nou te ver. Ik kan me wel voorstellen dat hij problemen heeft met parkeren. Want iedereen wil zijn auto graag vlakbij zijn eigen huis hebben. Ja, en dat lukt niet altijd. Ja. Er staan hotwoningen in onze straten. Dat wil zeggen huishoudens alleen in twee personen, waardoor extra veel wagens in de straat komen. Daarbij hebben we veel meer huizen in de straat dan normaal en minder parkeerplaatsen. En daardoor hebben wij het probleem wat voor hun het plezier betekent. Waarom wint u zich daar zo verschrikkelijk over op? Omdat ik het niet eerlijk vind, het is niet democratisch. Dat is gewoon hakken met de botte bijl. Hij vindt u niet democratisch. De problematiek die de heer Pijnappels aansnijdt en die handwoningen, het is gewoon een feit. Dus dat die mensen die hun auto kwijt willen, die auto niet zetten op dat pleintje, wat wij dus nu voor een deel in overleg met de buurtbewoners tot speelt. Nee, want er zijn altijd, als ik het kom in ieder geval, laat ik het dan voorzichtig zeggen, plaatsen over. U zet uw auto dus niet neer, ook al is het plek? In 1991 was het nog volledig parkeerplaats. Gingen kinderen daar voetballen. Hebben ze doelbewust mijn auto in elkaar gedeukt om mij daar weg te pesten om te kunnen voetballen. Dus u zet hem nu niet meer neer? Wij zijn doodsbang om onze wagen daar neer te zetten. Is het misschien een hangplek geworden voor baldadige jeugd? Nee, dat is het zeer zeker niet. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een heel klein wijkcentrumpje waar de buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. En natuurlijk, in 10 jaar geleden waren daar kleine kinderen. Dus er waren speelgelegenheden die voor kleine kinderen geschikt worden. Ze zijn wat groter. De ouders kennen elkaar ook veel beter. Dus het is gewoon een ontmoetingsplaats geworden. Ja. Nou, jullie kennen elkaar al langer, hè? Begreep ik. Ik ben 1 jaar coach geweest van een voetbalteam, juniorenteam van GVV. En daar zat de kleine Marius in? Zat de kleine Marius in, En later hebben we nog samen gespeeld en we hebben samen marathons gelopen. Dus jullie zijn eigenlijk, bevriend is een groot woord, maar toch wel vrij goed bekend met elkaar. Ik vind meneer De Vrede een hele sympathieke man. Maar geen democratisch bestuurder. Ik vind dit geen democratisch besluit. Ja. En die buurtvereniging, wordt die wel serieus genomen door de gemeente? De heer Pijnappels wordt ook serieus genomen. Alleen op een gegeven moment als twee mensen die je serieus neemt verschillende meningen hebben, zul je moeten kiezen. Maar ik kom dus op voor 70 huizen, voor een parkeergelegenheid voor 70 huizen. Meneer De Vrede komt op voor 17 mensen die daar een speelplaats willen aanleggen. Als ze me nu vragen om dus voorzitter te worden van de buurtvereniging, dan zou ik dat graag gedaan hebben als ik het gevoel had gehad dat die mensen dat ook zouden willen. Ja. En dus redelijk zouden zijn. Maar er is geen redelijkheid, want ik word geïntimideerd. Bij de ijskommand word ik gedreigd in elkaar geslagen te worden als ik hiermee doorga. Zijn hier eigenlijk mensen van de buurtvereniging? Ja. Ja? Mag ik u toch iets vragen? Ja? Want dat is natuurlijk toch wel. Is er echt een vete ontstaan? Die indruk krijg ik zo langzamerhand. Hij gaat mensen uitlopen dagen. Tot mensen een opmerking maken. En dan stuurt hij de politie erop af. Ik heb niks met de man te maken. En hij moet mij ook maar rust laten. Voor de rest. Klaar. U bent ook van de buurtvereniging, ja? Hoe heet u? Elief Noord. En u bent meneer Van Oort? Ja. Hoe moet dat nou verder? Dat weet ik niet. Ik vind het alleen onzin dat meneer Pijnappels pas na 10 jaar komt met zijn hele gedoe. Ja. Hij kan dan toenertijd wel hebben te horen gekregen van, moest hij naar de rechter toe. Nou, dan had hij Pijnappels toenertijd door moeten zetten. Dat was een smerige zandbak. En zo nu, die zandbak is weg, dus de katten van de heer Pijnappels kunnen hun behoefte niet meer doen. Nee. Goed, we gaan eens even kijken op de bewuste plek. Of tenminste, Frank Visser die gaat dat doen. Die besloot om dat parkeerterrein, of eigenlijk het speelterrein, te gaan bekijken en te onderzoeken hoe nijpend het parkeerprobleem in Grave is. Pijnappels. De Vrede. Wie zijn al die mensen?
Die wonen hier allemaal in de omgeving? Ja, mensen die daar staan, dat zijn voornamelijk de aanwonende mensen. Ja, die van de buurtvereniging zijn. Ja? En die mensen die daar staan, dat zijn mensen die hier achter wonen. Ja, ja. En die dus niet van de buurtvereniging zijn. Nee. En dat zijn uw supporters? Dat zijn mijn supporters, ja. Ja, nou, ik loop eventjes met u mee. Dit is dus het stukje wat in de... Ja, wat speelterrein is geworden. Ja. En dat is de Jeu de Boel. Jeu de Boelbaantje. Ja. U bent van de buurtvereniging. Heeft u allemaal geen auto? Nou. En waar staat die auto staan? Ja, gewoon. Maar ziet het er elke avond zo uit dan? Nog meer ruimte. Het is niet dat alle auto's nu op de camping staan of zo. Nee. En waar woont u? Ik ben buurman van Marius. Ja. En het is zo gewoon altijd in de drukke tijden. Ja. Dan moet je hier gewoon eigenlijk een beetje laveren met je wagen doorheen. We zitten nu toch hier neer? Om wel fatsoenlijk neer te zetten. Nee, dat gaat niet hierachter. Dit staat helemaal vol. Maar wat ik niet helemaal snap, het is niet zo dat iedereen weg is op het ogenblik. Ik bedoel, het ziet zwart van de mensen. En toen ik hier aankwam vanochtend, dacht ik, nou, ze hebben de auto in de tuin staan zowat. Maar ik ben wel van kwijt. Het is toch leuk in een buurt, hè, zo tussen de huizen in, ja, dat je s'avonds elkaar kunt ontmoeten. En niet alleen de kinderen, maar ook de oudere mensen samen. Dat is toch prima? De kinderen spelen niet alleen hier, ze stappen voor en ze voetballen en ze skaten overal rond. En het is helemaal niet zo dat ze hier op het pleintje hangen te ballen. Je valt overal over. Je valt over een hek die niet knipt. Je valt over een televisieantenne die niet goed is. Je valt over een parkeerplaats. Je valt overal over. Een pingpongballetje. Een pingpongballetje. Moppel je al over. Een pingpongballetje maakt al herrie bij jou. Over hoeveel plaatsen hebben we nou? Want ik over 10. 10 plaatsen. Aan deze kant? Ja, hier hebben er vroeger 10 auto's kunnen staan. Daar, 10. En dit hoort bij die rijhuizen, want al die mensen parkeerden allemaal hier. En nou staat het niet op papier dat het daarbij hoort, maar zo gaat dat op een natuurlijke manier. En het is ons afgenomen. Het was één groot voetbalveld. Alle ouders hebben geklaagd dat die bal hier eroverheen ging. Daarmee heeft de gemeente ingegrepen. Ja. Dat was de aanleiding. Dat hier geen auto, dat er op deze parkeerplaats geen auto's stonden, maar gevoetbald werd. En toen is verzoek gekomen, maak er een speelterrein van. Ja. En sinds deze parkeer, dit hier speelterrein gemaakt, zijn ze weer gaan voetballen. Ik wil gewoon in de wijk verder eens gaan rondrijden. Dat is wel de rijdende rechter. Dus om gewoon eens te kijken hoe het verder met de parkeersituatie gesteld is. Want het gaat ook niet alleen om het plein. Hè. Ook hoe het in de rest van de wijk is. En dan zien we elkaar straks terug tijdens de hoorzitting. En dan gaan we verder praten over de zaak. En gelet op de grote opkomst zal het wel druk worden. Nou, dit is een typisch zo'n woonerf. Nou, hier zie ik wat vrije plekken. Maar je ziet ook dat mensen eigenlijk hun eigen plekje voor het huis hebben gemaakt. Hè? Ja. Nou ja, ik zie eigenlijk allemaal... Wel hier en daar plekjes, het houdt niet over. Maar om nou te zeggen dat de auto's in de voortuinen staan, nee. Ik heb het wel erger gezien. En wat mij betreft kunnen we gewoon nu naar de hoorzitting toe. In het historische vestingstadje Graven staat de Hampoort, de oude stadspoort. Een rustige plek om dit hedendaagse stadsprobleem te bespreken in de hoorzitting. Welkom. De zaak gaat vandaag over parkeeroverlast of tekort aan parkeerruimte. Het is hoe je het bekijkt. En dat is een zaak aangebracht door meneer Pijnappels uit Graven tegen de gemeente Graven. Vandaag vertegenwoordigd door wethouder De Vrede. Er was hier een parkeerplaats en die is gedeeltelijk omgebouwd tot speelplaats. Ja. Ja, is hier de plankaart opgehangen. En meneer Roefs, werkzaam bij bureau Ruimtelijke Ontwikkeling, heeft zich bereid verklaard om vandaag wat uitleg te geven over die kaart. Kunt u aangeven, meneer Roefs, over welk stukje we nu het eigenlijk hebben? Dan praten we over het terreintje, over precies dit gedeelte. En dan zie ik in het midden, dat gearceerde deel, dat is eigenlijk het pleintje waarover we het nu hebben. Precies. Nou heb ik gezien in die legenda van de kaart, misschien moet u dat nog even voor de mensen ook aanwijzen, het stukje waar gearceerd is, en daar staat toch achter, parkeren. Dat klopt. Dus op de plankaart die bij het bestemmingsplan hoort, staat dat het een parkeerterrein is. Maar ik zou daar een aanvulling op willen maken. Hier wordt, noem het maar even, de suggestie gewekt dat het een parkeerterrein is. Een hele sterke suggestie, ben ik op zich met u eens. In het bestemmingsplan, als je alleen gaat kijken naar de voorschriften, dan valt het onder artikel 12, in dit geval, onder de woonstraat. Ja. Met andere woorden, het parkeren als zodanig heeft niet een aparte bestemming gekregen, maar zit dus telkens in andere bestemmingen opgesloten. En in dit geval dus in een gedeelte van het bestemmingsplan, wat dus de bestemming woonstraat heeft. Ik zit toch een aantal jaar in het juridische vak. Nou moet ik van u eigenlijk vernemen. Hoe kan je nou van de mensen verwachten dat ze dat allemaal weten
als er gewoon een kaart is waarop staat, en dat kan iedereen wel snappen, hoef je niet voor door te leren, parkeren staat erop. Ja. Dat is ook niet eerlijk. Het plan is er ook bedoeld voor gewone mensen in de gemeente. Ja. Dus als die nou naar zo'n kaart kijken, want dit is niet te lezen voor een gewone mens. Nou is de gemeente aan het rekenen geweest, want in het bestemmingsplan staat wel dat er een gemiddelde, nou moet ik even kijken, de parkeernormen. Dat zou Nederland niet wezen of we hadden er een norm voor. Ja. En die is er. De parkeernorm is 1,3. Dat betekent dat per woning 1,3 parkeerplaats moet zijn. In de hele Sittert, ja. En nou heeft u voorgerekend, dat heeft u ook gekregen, dat voor het hele bestemmingsplangebied zijn er 611 woningen en 799 plaatsen. En dan is de parkeerfactor, nou ja, 1,31. Met 100%ste overschrijdt u de minimum parkeernorm. Ja, norm is norm, hè? Nou ja, ik bedoel, het is er niet ruim overheen. Maar ga je in het buurtje kijken, dan komen we maar op 1,007. En dat betekent ja, dat er net één auto per huis geparkeerd kan worden. Dus bezoekers, twee autootjes. En dan kijkt de heer De Vrede alleen naar de huizen die direct om het plein heen liggen. Dan houdt geen rekening met de straat die eromheen liggen. En dat is het probleem. Je kunt daar niet overal precies die norm halen. Binnen redelijke afstand kun je wel je auto kwijt. En dan los van die formaliteit, op die pleintjes, dus die binnenpleintjes, is altijd ruimte. Het probleem is dus dat de mensen hun auto niet op dat pleintje zetten, maar juist op de openbare straat, vlak voor hun eigen deur. Maar de mensen van de buurtvereniging kunnen hun wagens wel voor en achter het huis kwijt. Ja, maar u zegt... En de mensen die niet bij de buurtvereniging zijn van de Ganshorst, die zouden dan 200 meter moeten lopen. Dat is niet democratisch. Nee, u kunt uw auto op dat pleintje kwijt. Nee. En u mag mij iedere avond opbellen als u uw auto op dat pleintje niet kwijt kunt. Dat die uitdaging durf ik aan. Doe dat nou niet, wethouder. Dat durf ik aan, meneer Visser. Ik ga niet in weddenschappen vervallen, want dat is niet mijn aard. We hebben ook niet over wedden gesproken. Maar, zegt, nee, maar daar komt het wel op neer. Maar wethouder, even wat anders. Het is allemaal erg krap. Verdient het dan geen nadere, ik zal maar zeggen, beargumentering? Waarom u nu juist het enige plekje waar het niet zo krap is, namelijk dat parkeerterrein, wat op uw eigen plankaart als parkeerterrein staat ingetekend, dat u daar een slordige 10 parkeerplaatsen afhaalt om daar de jeugd nog wat meer ruimte te geven? Wij hechten groot belang aan wat er in die buurt leeft. En toen in 1990, dus 10 jaar geleden, kwamen de mensen uit die buurt en die hebben gevraagd, kunnen we daar niet een speelterreintje krijgen? Op een paar van die parkeerplaatsen lost twee problemen op. Op de eerste plaats gebrek aan speelterrein en de tweede het verkeerd gebruik van dat parkeerterreintje, want er wordt gevoetbald, tegen de muren geschopt en al dat soort dingen meer, wat u en ik waarschijnlijk uit onze eigen jeugd ook nog wel herinneren dat we dat gedaan hebben. Nou, nooit gedaan. Hè? Ik kan me niet voorstellen. Nee, wij spelen op een voetbalveld. Maar... Ja, nee, maar zou het nou... Ik denk dat meneer wil zeggen, ja, het is wel leuk en aardig, die buurtbewoners. Maar als die nou hun auto niet zo makkelijk voor de deur kwijt konden, waren ze dan ook komen vragen om dat pleintje... Nou, dan was de afweging waarschijnlijk wat anders geweest. Want degenen die daar om vragen, die zitten, begrijp ik, dik in de parkeerruimte. Terwijl de mensen die wat ongelukkiger liggen... Ja, maar dat lost, nogmaals, dat lossen we niet op. Met hier nog meer parkeerruimte te maken. Wel, want dan kunnen zij hun auto... Ja, maar ze kunnen hun auto er nu ook kwijt. Ze kunnen hun auto er nu ook kwijt. Dat is niet. Een goed overleg klopt niet. De hele Ganshorst is niet gevraagd om die verandering door te voeren. Ik vind als een buurtvereniging in een buurt wat gaat verrichten, wat veranderen, dat ze wel mag enquêteren hoe de omringende mensen, die ook geen lid zijn, daarover denken. Anders vind ik dat ze niet voor de buurt bezig zijn, maar voor een klein clubje wat alleen maar naar hun eigen plekje kijkt en niet wat andere mensen dus ook belangrijk vinden. Nou, even wat anders, hè. Stel je voor dat u nou gelijk zou krijgen. Dus al het speelvoorziening allemaal weggehaald. Nou, kortom, signaal, kinderen, je mag hier niet spelen. Maar ze komen toch, en dan gaan ze weer voetballen. Ja. En dan? Nou, ik heb ook aan de gemeente gevraagd of ze voorzieningen willen maken voor de muren met van die beugels, zodat dus het voetballen ontmoedigd wordt. Dan lost dat een hele hoop op. Ja, u zegt, eigenlijk zou de gemeente dus het onmogelijk moeten maken dat daar gevoetbald wordt? Juist, dat hebben ze ook beloofd, dat ze dat zouden doen als ze geld hadden. Staat ook in de brieven. En dan moet er dan een agent bij gaan staan? Nee, er hoeft geen agent bij te gaan staan. Maar als je daar een beugel voor plaatst, als hun een dure tennistafel van 30.000 schulden kunnen aanschaffen en een jeu de boel de baan aan kunnen leggen voor zogenaamd voor kinderen, want dat, onder dat moment is het gebeurd. Ik heb nog nooit geen kleine kinderen zien jeu de boel, maar goed, het is ook levensgevaarlijk. Jeu de boel is een spel met zware ballen. Gevaarlijk, hè? Ook als volwassenen aan jeu de boel zijn, kan het gebeuren dat een kind een bal op het hoofd krijgt. Ja. Dat zijn toch, ik vind het dingen die zijn helemaal buitensporig. Dat klopt niet.
We zijn druk bezig met allerlei maatregelen om juist de auto in een woonwijk wat minder voorrang te geven. En je kunt er natuurlijk bijna, zou ik zeggen, vergif op innemen als formeel dit weer parkeerterrein moet worden. Dus dat de buurtvereniging, waar wij echt wel waarde aan hechten, ook vertegenwoordigers niet alle, dat die onmiddellijk de volgende dag op de stoep staat van kan het nu weer speelterrein worden? En gemeente regelt dat nou dan ook formeel. Maar nu even wat anders, want ik neem niet aan dat de gemeente zeg van, kom gezellig bij ons in de zit het wonen. Maar wij als gemeente willen u toch wel adviseren om liever geen auto mee te nemen. Want is dat nou wel een serieuze optie? Ja, nee, maar in de zin van dat je je auto niet allemaal pal voor de deur kunt neerzetten. Dus dat je je auto wat verder weg moet zetten. Ja, nou, is dit nog een wijk waar je je auto heel dichtbij kunt zetten? Ik kan u in Nederland woonwijken aanwijzen waar je echt veel grotere afstand je auto kwijt moet. Ja, het kan altijd erg natuurlijk, ja. Er is altijd één probleem wat elke ochtend weer opgelost is. Dat is het parkeerprobleem. Maar u vindt dat het s'avonds terugkomt, dan wilt u wat aan doen. Nou, daar ga ik over nadenken. Ik zie u terug. Kan Marius Pijnappels binnenkort weer zijn auto op het bewuste parkeerterrein kwijt? Of wordt deze plek definitief ingenomen door de spelende jeugd? Meester Frank Visser zal helderheid in deze zaak scheppen. Aan de orde is de uitspraak in de zaak van meneer Pijnappels tegen de gemeente Grave. Ook vandaag vertegenwoordigd door wethouder De Vrede. Ja, uitgangspunt in zaken als deze moet altijd blijven dat de rechter recht moet spreken en geen politiek bedrijf. Het is dan ook het gemeentebestuur dat bepaalt hoe zij de gemeente inricht en niet de rechter. Dat wil zeggen, zolang de gemeente zich aan het recht houdt. En aan het bestemmingsplan, want dat maakt deel uit van het recht. Kijk ik naar het bestemmingsplan. Nou, op de kaart staat het terrein waar het hier vandaag over gaat ingetekend als parkeerplaats. Dat is echter hoogst verwarrend, want als we het plan goed lezen, dan blijkt dat het binnen de bestemming woondoeleinden valt. En dan mag het worden gebruikt voor wonen uiteraard, maar ook voor parkeren en voor spelen. Ik moet dus vaststellen dat het bestemmingsplan niet in de weg staat aan de keuze van de gemeente om dat terrein mede te gebruiken voor speelvoorzieningen. Ook anderszins ging de gemeente naar mijn oordeel niet in de fout. Ze heeft de belangen van de omwonenden tegen elkaar afgewogen. Nu kun je het daar niet mee eens zijn, maar daar is nu juist het gemeentebestuur voor. En dat is nu juist democratisch. Daar zijn de verkiezingen voor. Zo werkt dat. Ten slotte nog de klacht dat de gemeente slechts overleg heeft gevoerd met de buurtvereniging. Ik meen dat dat in dit geval eveneens te billijke was. Ik vind het heel begrijpelijk dat de gemeente in gevallen als deze overleg voert met een buurtvereniging als die bestaat. En ik heb toch het idee gekregen dat de buurtvereniging wel degelijk kan rekenen op behoorlijke steun vanuit de buurt. Voldoende representatief dus. Slotsom moet dus zijn dat ik de vordering moet afwijzen. Dat is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Gefeliciteerd met de uitspraak. Ja, dank u wel. Ja. Maar de burgers moeten dus, worden dus wel geacht om hele bestemmingsplannen te lezen. Nou, dat is natuurlijk iets wat we er ook wel van geleerd hebben. En het is natuurlijk niet voor niks dat het voorschrift bestaat dat je een bestemmingsplan om de 10 jaar herziet. Mm. Om te kijken of ook de formuleringen, zoals de rechter ook zei, hierin wat onduidelijkheid geeft. Ja. Of het niet beter kan. Dus daar gaat u wat aan doen? Daar gaan we dus wat aan doen. En u, meneer Pijnappels, verhuizen? Gaat u nu verhuizen? Nee, dat is niet het geval. Nee? Nee. Ik ga gewoon rustig blijven. Het spijt me voor u, maar ik dank u toch hartelijk voor uw komst. Prima. Heeft u problemen omdat uw buurman zijn caravan bij u voor de deur zet? Of breekt u uw nek over de fietsen van kinderen uit de buurt? U kunt terecht bij de rijdende rechter meteen na de uitzending of op werkdagen bellen met nummer 0900-1301. Er is ook een website waar u informatie kunt vinden over het programma. www.rijdenderechter.nl. Tot volgende week bij de NCV op dit net. Dag. Als u dat nu hoort, wat vindt u dan? Dan heb ik een bankstel voor Jan Joker gekocht. Want het wordt alleen maar erger. Dus ik zeg maar ja, 3000 gulden aan de file staan.